Hartelijk welkom allemaal. Hartelijk welkom bij deel 7 van onze serie video's Training for Lightburn Beginners. We hebben het hele menu bovenaan gehad. We gaan ons vandaag bezighouden met de eerste menubalk die daar direct onder zit. We zullen zien dat dat natuurlijk functies zijn die we in feite in dat menu daarboven al zijn tegengekomen. Maar zodat je in elk geval even weet waar de knoppen voor zijn. Ik denk dan ook dat de video niet zo verschrikkelijk lang zal zijn. Misschien een kwartiertje, 20 minuten hoop ik. We gaan het zien. Veel plezier alvast. Zo, daar zijn we weer in Lightburn vandaag. Waar we het vandaag over gaan hebben is dus de werkbalk die net onder bestand staat. Die werkbalk helemaal naar rechts, dat is de werkbalk die we gaan gebruiken. We zien dat een heleboel knoppen grijs zijn en dat komt omdat er nog niks op het werkveld staat. Dus het eerste wat ik ga doen, ik ga maar eens even een paar dingen op het werkveld gooien. We gaan wat figuurtjes tekenen. Dat doe ik gewoon zodat we er iets hebben, zodat we er iets mee kunnen doen. En ik ga de tekst ga ik even doen. Training Lightburn. Zo. Oké, lieve mensen. Dat is even de basis van het verhaal. We beginnen linksbovenin, direct onder bestand, met dat blaadje met het plusje erop. Dat is wanneer ik een nieuwe pagina wil hebben. Ik doe dit heel even selecteren en dan kopieer ik het even. Zodat ik zeg maar, want als ik een nieuwe pagina kies, dan vraagt hij: weet opslaan ja of nee? Nee. En wat heb ik? Ik heb een leeg venster. Voor alle duidelijkheid, we zetten het weer terug. Ik heb hier de objecten weer in staan die we hebben. Je zou denken dat ze gegroepeerd waren. Hè? Dat even voor alle duidelijkheid, want daar komen we zo meteen ook op terecht. Vanwege het feit dat je ze in één keer kon verslepen. Maar dat kwam omdat ik ze allemaal geselecteerd heb. Als ik alleen deze hier selecteer, zien we dat we alleen Lightburn hebben. De training Lightburn. En dat betekent automatisch ook dat de objecten niet gegroepeerd zijn op dit moment. Maar dat gaan we zo meteen zien. We hadden dus het blaadje met het plusje. Nieuw werkvenster. Dan krijgen we het open mapje. Dat staat voor een bestand openen. Mijn bestanden staan in een map Lightburn op mijn NAS-server. En hier kan ik dus allerlei dingen die ik gemaakt heb, zeg maar, openen. Dit is dus het openen van bestanden. Dat is het tweede icoontje op die balk. De derde is opslaan. Niet te verwarren met opslaan als. Het verschil tussen opslaan en opslaan als, ik heb het ook al een keer, ik dacht in de eerste les uitgelegd. Bij opslaan slaat de computer het op een plek op waarvan hij denkt dat het goed is. Mogelijk de basismap. In een naam waarvan hij vindt dat het goed is. Terwijl bij opslaan als bepaal jij de locatie en jij bepaalt de naam. Dus opslaan als heeft eigenlijk bijna altijd mijn voorkeur. Er is één kleine aanvulling daar natuurlijk op. Dat als het iets is wat je al opgeslagen hebt, maar je bent het aan het bewerken, dan kun je rustig voor opslaan kiezen. Want dan zal die het bestaande bestand overschrijven. Dus dat is het diskettetje. En voor de jeugd onder ons die diskettetjes niet kent, dat is het derde icoontje van links. Dat zijn de vroegere opslag van een computer. Het vierde, dat is weer zo'n blaadje, maar nu met een pijltje. Dat is importeren. Als ik dus ga naar importeren, dan word ik weer geleid naar in feite mijn Windows verkenner. En daar kan ik dan een object, iets wat ik gedownload heb, iets wat ik gemaakt heb, een plaatje wat ik heb, kan ik importeren in Lightburn. Zoals je hier ziet. Op dit moment heb ik daar niet zoveel van staan. Ja, ik heb wel een boel dingen, maar meestal bewaar ik de LBRN bestanden. Dus de bestanden voor de lezer zelf. En de dingen die ik daarin zet, ja, die kan ik altijd weer downloaden. Want meestal download ik ze of ik maak ze zelf. Het is een van de twee. Dan krijgen we het vierde icoontje. Dat is het pijltje linksom. En dat is een hele handige. Dat is ongedaan maken. Even laten zien. Stel, ik teken nog een vierkantje of een rechthoek wat mij betreft. En ik zeg, toch niet ongedaan maken. Dan is dat rechthoek weer weg. Dit is ook een pijltje naast rechtsom. Denk van, het is misschien toch leuk om hem te hebben. Dan doe ik het toch opnieuw. Dan heb ik hetzelfde rechthoekje weer. Dus linksom ongedaan maken. Rechtsom is opnieuw uitvoeren.
Dan krijgen we een viertal knoppen. Ze zijn op dit moment nog grijs, maar dat komt omdat ik niks heb geselecteerd. Als ik nu zeg maar dat vierkantje ga selecteren, dus ik pak het pijltje, ik doe het vierkantje selecteren, dan worden in één keer die volgende vier knoppen, die worden zwart. Dat zijn diegene naast dus die twee rondjes met die pijltjes erin. De twee blaadjes, dat is het kopiëren van iets. Dus als ik dus dit vierkantje geselecteerd heb en ik doe nu op die twee blaadjes klikken, dan heeft hij eigenlijk iets naar mijn klembord geplaatst. En twee knoppen verder, dat is dus diegene met dat klembord, zal ervoor zorgen dat dat object dan weer geplakt wordt. En dat doe ik dus nu even. En dan zie je inderdaad dat ik nu twee vierkanten heb. We zien ook knippen. Dat is degene die tussen die twee knoppen in zit. Dat is dus tussen die twee blaadjes en tussen dat klembordje in zit. Dat is een schaar. En knippen is simpelweg iets wegknippen. En daarmee is het in feite ook Fujiba. Dan hebben we nog een volgende. Ik zal even ongedaan maken doen. Want dat is de prullenbak. Nou, dat mogen duidelijk zijn. De prullenbak is het deleten van iets. Oké. Voor alle duidelijkheid, deleten. En ik vind dat zelf erg makkelijk. Kan je ook gewoon met de delete knop op je toetsenbord. Dus dat is ook wel een leuke om te weten. Goed, dan krijgen we een serie knoppen die tot en met het cameraatje lopen. Bij het cameraatje niet gebruikt wordt, want dat is dus die camerabesturing waar we het al vaker over gehad hebben. Maar de vier pijltjes, naar boven, naar links, naar rechts en naar onder, dat is de knop om je veld te verschuiven. Je ziet dat er dan een handje verschijnt. Muisknop ingedrukt houden en dan kan ik het de zaak verschuiven. Nou, in dit geval is het niet zo interessant, want ik heb het hele blad hiervoor staan. Maar stel ik ben een heel stuk ingezoomd, dan kan dat interessant zijn. Laten we voor de grap maar eens gaan inzoomen. En dat doen we niet met de volgende knop. Dat doen we eigenlijk met die plus. Die plus, die we, dat vergrootglaasje met die plus. Ik pak bewust die eerst even, zodat we ingezoomd zijn. Dus ik ga inzoomen. Zo, nu ben ik ingezoomd. Pak ik nog even dat kruisje met die vier pijltjes. En dan zien we dat ik hem kan verschuiven. Maar ik kan ook de knop daarnaast gebruiken. Dat is het vergrootglaasje met het blaadje erin. En die zorgt ervoor dat ik het hele werkveld weer opnieuw te zien krijg. Dus als ik ingezoomd ben, kan ik dat uit gaan zoomen met de minknop die daarnaast zit natuurlijk. Die zit er ook. Ja, maar dan moet ik heel veel stapjes doen. Maar ik kan ook op de linker vergrootglaasje klikken en dan heeft hij het hele werkvlak weer. Dan krijgen we het rechthoekje, vierkantje met de stippellijn. En als ik die indruk, dan haalt hij echt de objecten die getekend zijn naar voren. Dus met andere woorden, als ik het hele werkveld heb, dan is eigenlijk, hoef je eigenlijk alleen maar dit te laten zien om te laten zien wat er nu getekend is. En dat doe je dus met dat vierkantje met die onderbroken lijn. De camera ging ik niet gebruiken. De volgende wel. De volgende is een hele belangrijke en die gaan we regelmatig gebruiken als je wilt controleren of datgene wat je wilt doen, of dat goed is, ja of nee. Nou, even een klein voorbeeld daarvan. Aan de rechterkant zien we hier snijden en lagen. En dan zien we daar staan vullen. Dat is niet helemaal handig, want dat vierkantje en die cirkel, daar valt, ja, die kun je wel op vullen drukken, maar dan krijg je echt een hele gevulde. Nou, dat zullen we laten zien. Ik ga, als ik nu op dat beeldschermpje klik, zien wij een dikke zwarte vierkant, een dikke zwarte rond en de tekst vet gekleurd training Lightburn. Hoe komt dat nu? Hij is dit veld gaan vullen, dat veld gaan vullen en de letters gaan vullen. Stel, ik zou nou deze twee op een andere kleur zetten. Dus ik ga die blauw geven hier onderin. En ik haal hem van vullen af, ik zet hem op lijn. En ik ga nu kijken bij dat cameraatje en zien we ineens dat het anders is. Zie je dat? Want hij vult het nu niet, omdat die twee blauwe, dat is nu lijn, daar wordt dus niet gevuld, terwijl de training Lightburn een vul blijft en die wordt dus gevuld. Nou, als we toch in dit venster zijn, wat we hier nu hebben, dan zijn hier een paar dingen die we kunnen doen. Het eerste is de afspeelsnelheid. We kunnen namelijk zometeen op de knop onderin afspelen drukken. En wat hij dan doet, hij gaat dan laten zien hoe hij dit gaat laseren. Zie je dat? Het is misschien wat langzaam, dus we gaan het even iets versnellen.
Zie je dat? En hij laat precies zien in welke volgorde die nu wat lasert. Oké, ik stop dat afspelen even, want dat hebben we verder niet nodig. De volgende die ernaast zit, laat verplaatsingen zien. Nou, dat gaan we ook even laten zien. Dan krijg je er een soort van, dan gaat hij laten zien waar die laser precies naartoe gaat, hoe die dat doet. En dan zie je dat die lijn er ook aan vast zit. Je ziet ook dat je dan een ander achtergrondkleurtje krijgt. Ik persoonlijk doe dat dus meestal niet. Maar er zijn wel mensen die het wel doen. Ik heb genoeg video's gezien waar mensen dit aan hebben staan. Ik persoonlijk vind het niet zo erg interessant. Dus ik ga het weer uit. Dan krijgen we de volgende in dat menu. Vlakvulling afhankelijk van het ingestelde vermogen. Ik denk dat dit met de vulfunctie te maken heeft. Ik ga even dat afspelen weer stopzetten. Dus we gaan even gewoon naar rechts dan maar helemaal. Dat is makkelijk. Dan heeft hij alles afgespeeld. Stel, ik zou die twee figuren hier toch weer op de zwarte lijn zetten. Dat gaan we even doen. Ik weet namelijk niet of je dit echt heel goed gaat zien. Maar nu zit alles weer op vullen wat we straks hadden. Nou, op het moment dat ik... je ziet hier al, je kunt hier trouwens op inzoomen hoor, gewoon met, en dat is wel grappig, want daarmee kun je hier bijvoorbeeld zien, met hoe die lijnenstructuur maakt, zie je dat? Maar hier zegt die vlakvulling afhankelijk van het ingestelde vermogen, staat nu uit, nu zet ik het aan, ik weet niet of dat dan veel uitmaakt, nee, het maakt niet heel veel uit, dus ik weet eigenlijk niet helemaal wat die doet. Degene die daarnaast zit is natuurlijk wel interessant, omkeren. Dan gaan we als het ware in het negatief werken. Dat is wat hij op dat moment laat zien. Kan soms bij iets weergeven interessant zijn. Hier beginnen. Ja, weet ik niet wat die knop doet. Als ik even kijken. Oh ja, hij wordt dus zwart op het moment dat ik zeg maar die schuifbalk beweeg van dat tekenen zeg maar. Oké, dat is met andere woorden, ik kan dus zeg maar zeggen van weet je, ik wil vanaf hier beginnen dat hij gaat laten zien hoe hij dit gaat tekenen. Dus zo ongeveer tussen die twee in. En als ik dan afspelen druk, dan begint hij daar met dat afspelen. Dat zie je misschien niet, maar dat is hij wel aan het doen hier. Ja. Dus, en dat zal ik even versnellen voor je. Even kijken. Kijk, zie je dat? Dus met andere woorden, het heeft te maken met... waar ik eventueel wil dat hij begint met het weer te geven van hoe die laseractie uitvoert. Dan krijgen we afbeelding opslaan. Dat is dat hij hier als het ware een plaatje van maakt, zodat je dat weet ik waarvoor kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor het geven van een training. Ik neem aan dat hij dan ook gaat vragen waar. Gaat even kijken wat er gebeurt. Ja, zie je, dan kan je die afbeelding kun je ergens opslaan. En dat is dan een PNG of een, PNG of een JPG bestand. Wat je maar wilt. Die afspeelfunctie hebben we al een paar keer gezien. Dat is wat hij begint om die laser als het ware te simuleren. En de OK-button is om te bevestigen. Ik drukte even op een verkeerd knopje. Mijn excuus. En dat is oké. Goed, dan gaan we weer naar boven. Die knop hadden we dus inmiddels al gezien. Het cameraatje gebruikt hem niet, het beeldschermpje dus wel, want dat is een hele belangrijke. Dan krijgen we twee instellingen menu's. Dat is de, om te beginnen, de algemene instellingen van Lightburn. Die hebben we al behandeld, die zaten bij bewerken. En de andere zijn de instellingen voor de laser, voor in dit geval mijn Ortho Laser Master 215 watt. Dat staat ook boven in beeld van dat venster. Al die functies heb ik met u al over gehad toen we hiermee bezig waren. Dus dat laat ik achterwege nu. Dan krijgen we de hele belangrijke knoppen van het groeperen en ongroeperen. Oftewel de drie poppetjes, dat is het groeperen, maakt er een groep van. En als het een groep is... om het dan te degroeperen. Nou, even, we hebben hier die drie objecten, dus die tekst, dat rondje en het vierkantje. Op het moment dat ik ze allemaal selecteer, dat is dus van rechts naar links, want als ik vanaf links dat doe, even voor de duidelijkheid, en ik pak maar de helft mee van Lightburn hieronder, dan heeft hij alleen de twee figuren hierboven, vandaar dat ik van rechts naar links ga, en dan kan ik rustig tot halverwege die cirkel gaan, want hij pakt ze alle drie. Dus van rechts naar links is anders dan van links naar rechts, dat is even belangrijk. Maar goed, ze zijn nu alle drie geselecteerd, en dan zien we dat bovenin die knop zwart is van het groeperen, dat is die drie poppetjes. Als ik dat doe,
dan is het vanaf nu één object geworden. Dus als ik op het vierkantje klik, heeft hij al die objecten tegelijk te pakken. En we zien nu ook dat het enige knopje wat nu van die twee zwart is, is het enkele poppetje. En dat is dus het ungroeperen. Nou, dat kan soms heel belangrijk zijn. Mag ik even een voorbeeld? Ik wil uit deze tekst alleen het woord lightburn hebben. En het woord training mag weg. Wat ga ik doen? Ik ga, nou, ik hoef niet eens te selecteren. Dat is eigenlijk niet eens belangrijk trouwens. Ik klik er een aan. Ik zeg deselecteren. Ja. In dit geval gaat het trouwens niet werken, want met tekst werkt het niet. Dus ik zeg het eigenlijk verkeerd. Eigenlijk moet ik een ander figuur importeren. Dat ga ik even doen. Wacht even. Ik ga een figuur importeren. Gewoon een poppetje. Maakt niet uit. Ik pak hier die slang. Hoppakee. Zet die slang daarin. Klaar. Oh, hele grote slang geworden. Ha. Even wat kleiner maken. Zo. Hij draaide ook wat, maar dat is even niet zo belangrijk voor deze training. Ik ga hem nog iets kleiner maken, zodat hij zeg maar als het ware zo ertussen past. Oké. Wat ik nu ga doen. Ik ga deze afbeelding, die is nu geselecteerd, hè, dus die heb ik geselecteerd. En dan hebben we de situatie dat het nu nog een afbeelding is. En dat zien we ook bovenin, want geen van de beide knoppen is geselecteerd. Nou, dan ga ik die afbeelding ga ik even traceren, een trace over maken. Daar kom ik nog op terug hoor, geen zorg. Rechtsklikken, afbeelding overtrekken. Ik vind dit allemaal prima, die ga ik nou niet meer bezig. Ik zeg oké. Dan zullen we zien dat ik nu twee keer die afbeelding heb. Ik gooi de originele weg, want die kon ik niet groeperen. Maar deze dus wel, die kan gegroepeerd worden. Dus ik selecteer hem. Hij is nu gegroepeerd, want het zwarte poppetje is mogelijk. Nou, stel ik doe dat zwarte poppetje. En ik ga nu kijken, ik ga even inzoomen hierop. Even het scherm verplaatsen. Moet ik wel de goede knop aanmaken. Deze hier. En ik zou die stippen eruit willen hebben. Dan kan ik nu dus zeg maar zeggen van, want het is gedegroepeerd, dat ik die stippen, die kan ik apart pakken en deleten. Omdat ze gedegroepeerd. Dit werkt dus niet met tekst. Dus ik wou het met tekst laten zien, maar dat is dom, want het werkt niet met tekst. Ja? Dus groeperen, degroeperen, heeft met name te maken met of ik dingen uit een object weg wil gooien. Dat is één ding. En het tweede, wat daarbij van belang is, is dat we daarmee ook iets in één keer kunnen verplaatsen. Stel dat ik dit hele gebeuren in één kadertje, in één vierkant wil plaatsen, dan is dat makkelijker om te groeperen dan ze één voor één naar dat vierkantje te plaatsen. Kun je beter in één keer plaatsen. Ja? Dus groeperen, degroeperen wordt met grote regelmaat gebruikt. En dat zijn dus de drie poppetjes is groeperen, het enkele poppetje is degroeperen. Gaan we naar een moeilijke sectie. We gaan weer even de tekst selecteren hier. Zo. En dan zien we daarboven een aantal van die, het lijken driehoekjes, maar het zijn eigenlijk spiegelknoppen. Nou, de ene is spiegelen om de x-as. Dus om van onder naar boven. Dus als ik dat ga doen, dan ga ik even doen. Even, ik heb Lightburn geselecteerd, want let op wat er gebeurt. Nu is Lightburn om de x-as gespiegeld en staat er dus op de kop. Ja, haal hem weer even terug. De knop ernaast is om de y-as, dus zeg maar om de verticale as spiegelen. Kan interessant zijn bijvoorbeeld bij als je iets achterop een spiegel wilt lezen. Nu wordt die in feite omgedraaid de andere kant op in spiegelbeeld. En dan hebben we nog de laatste, maar daar hadden we de vorige keer al een beetje een probleem mee. Dus ik ga hem nog niet doen. Hij blijft ook grijs hier. Dat is dat je iets diagonaal wilt lezen. Ik wil wel even kijken wat er gebeurt als ik bijvoorbeeld hier die Lightburn draai. Wordt hij dan? Ik denk het niet dat hij dat dan doet. Dus ik weet niet helemaal precies waar die derde, dat is spiegelen om een diagonale as. Maar die zie je eigenlijk normaal gesproken niet zo gauw zwart worden. Dus ik weet niet helemaal goed wat die precies doet en hoe die dat doet. Dan krijgen we de volgende. Dat is het centreren. Dat is zeg maar dat target knopje. Dat cirkeltje voor het schieten zeg maar als het ware. Nou, even laten zien wat er gebeurt. Stel ik ga Lightburn dit verhaal kleiner maken. Zo.
En ik ga dit plaatsen in het vierkantje. Maar het staat niet echt goed in het vierkantje. In die zin dat hij staat boven de helft en het staat niet helemaal gecentreerd. Nou, wat ik nou doe, ik selecteer allebei de objecten. Druk dan op die targetknop en dan zal die training Lightburn in het midden zetten van dat vierkantje. Dit is nu perfect gecentreerd. Er zijn andere methodes, maar bij sommige objecten kan dit wel eens heel handig zijn om het op deze manier te doen. Dus dat is niet onbelangrijk. Dan krijgen we wat uitlijnknoppen. Dat is ook wel een aardige. Ik ga even die training Lightburn er weer uithalen. Waar ben je? Hier blijven. Hier ga ik er even uithalen. Zo, weer naar beneden. Stel, ik wil dat vierkantje en dat rondje met elkaar uitgelijnd hebben. Dat zijn ze nu niet, zoals je ziet. De ene staat boven de andere. Dan selecteer ik de beide objecten. En ik vind het altijd een beetje lastig, want als je nu kijkt, staat er geselecteerde objecten verticaal uitlijnen. Dat wil zeggen dat hij ze onder elkaar gaat zetten als het goed is. Als ik erop klik, krijg ik drie opties. Verticaal links, verticaal rechts of verticaal in het midden. Nou, laat maar even het midden doen. Ja, is dit het midden? Nee, dat is het eigenlijk niet. Ik vind het nog steeds een hele wazige, want het midden zou eigenlijk zijn... ergens hier zo'n beetje bij 200. Maar dat is die niet, hè? Oké, even terug. Ik doe hetzelfde nog een keer, maar nu pak ik niet in het midden. Nu ga ik links uitlijnen. Oh, wacht even. Verticaal in het midden. Dit is het centrum van deze twee objecten. En als ik nu naar links kies, dan doet hij het aan de linkerzijde. En als ik rechts kies, dan rechts. Zo zie je, ik leer ook aldoende. Je ziet dat dat een verschil maakt. Ik ga ze weer eventjes uit elkaar gooien. Dit was verticaal. Ditzelfde kan natuurlijk ook horizontaal. Ik selecteer ze weer alle twee. Pak nu die andere, dit is horizontaal. Selecteer de objecten horizontaal uitlijnen. En ik doe hetzelfde, ik pak eerst even in het midden. Ja. Alleen zie je dat hij ze nu niet meer over elkaar zet. Dat klopt, omdat net waren ze zo geplaatst dat als je ze over elkaar zet, dat ze dan ook over elkaar vallen. Ja, zeg, moet ik dat nou goed zeggen? Kijk, net waren ze als het ware... Even opnieuw, deze was ongeveer hier geplaatst. Dat betekent dat als je die naar rechts trekt, dan zit die over het object. Ja? Maar dat is natuurlijk niet, als je op deze manier gaat spiegelen, dan had hij hier moeten staan, dan had hij ook dit gedaan, zeg maar. Dus oké, even opnieuw, allebei de objecten selecteren. Ik doe horizontaal spiegelen, in het midden uitlijnen, dus dat is weer het centrum. Dan hebben we boven, dat is op die bovenlijn hier, en onder. En dat is dan de onderlijn. Oké, dat is die. Krijgen we de volgende. En dat is eigenlijk, het gaat eigenlijk over het verdelen. Stel, ik ga dat vierkantje, en dan moet ik alleen, ik hoop dat dat hiermee gaat werken wat ik nou wil, maar ik ga het proberen. Ik ga het rondje weggooien en pak die tekst. Ik zet die tekst in het midden. Maakt ook niet uit of hij in het midden staat. Hij staat in het midden. Ik zal hem niet in het midden zetten, bewust eigenlijk. Ik selecteer ze weer alle twee. Nou, dat is sowieso niet goed. Dus ik pak hier die training Lightburn. Kan ik dan daar al iets aankiezen? Nee, dat kan ik niet. Als ik het dan meer doe, kan het ook niet. Gaan we het even anders doen. Gaan we even een paar vierkantjes maken, kleintjes. 1, 2, 3, nou, zoiets. Ja, ik selecteer ze allemaal. Oh, die hebben we nu zelfs nog een grotere erbij, ook goed. Ik selecteer ze allemaal. Nu worden ook die volgende worden zwart. En deze zegt dan, geselecteerde objecten verticaal verdelen, dus van boven naar beneden. De V-ruimte verdelen of de V-ruimte gecentreerd verdelen. Eerst even de V-ruimte verdelen. Ja, een beetje aparte verdeling zeg ik dan. Even ongedaan maken. En als ik het nou gecentreerd doe, zoals deze was het. Ja, ook nog een beetje apart. Hè? Het heeft denk ik te maken met of je objecten afzonderlijk verdeelt. Even kijken of die nou pak, alle drie. En ik doe dat dan. Pak die er maar één. Dus met andere woorden, dat zou hetzelfde zijn als dat ik deze pak.
Maar dat kan dus niet. Ik moet dus meer dingen tegelijk selecteren. Zie je dat? Het is een beetje een wazige, vind ik het een beetje. Maar oké. En datzelfde, dat hoef ik dan ook niet te laten zien, werkt natuurlijk ook bij het horizontaal verdelen. Ook die zal ik weer even allemaal selecteren. Pak ook bij het horizontaal verdelen. Zou de verhaal ruimte verdelen of gecentreerd verdelen? Speel er maar eens mee. Dan zul je vast ontdekken waar het voor is. Ik gebruik ze dus niet al te vaak. Dat kan ik alvast zeggen. Dan krijg ik de volgende. Die zijn ook zwart en dat is voor mij ook even helemaal nieuw. We gaan kijken wat dat doet. Ik heb hier op dit moment dit middenstuk geselecteerd. Dus die middelste rechthoek met die twee vierkantjes en een rechthoekje. Als ik nu deze hier pak, dat is de knop geselecteerde objecten dezelfde breedte geven. Voilà. Dat is wel grappig. He, dus als je niet goed getekend hebt, zit een manier om ze allemaal dezelfde breedte te geven. Dat is mooi. Dan zal die andere ongetwijfeld zijn dezelfde hoogte. Ja, ook correct. Weliswaar staan ze niet over elkaar heen, maar ze hebben wel allemaal dezelfde hoogte. En dan heb ik er nog één over. En dat is de laatste knop, de selectie verplaatsen naar. Dus als ik dat klaar plaats, nou, dan krijg ik weer die opties, die hebben we al eerder gezien. Naar het midden verplaatsen, naar linksboven, dan moet ik even dat midden doen. En dan zie je dat het in het midden geplaatst wordt. Goed, daarmee kun je dus objecten verplaatsen. Dit was de trainingscursus van vandaag. Deel 7 van de beginnerscursus. Sommige dingen best lastig zoals je zag. Het heeft te maken met het feit dat sommige knoppen echt best wel moeilijk om te begrijpen zijn. Maar ook ik heb van deze training alweer het een en ander geleerd. Wat we morgen gaan doen, of morgen in de volgende training gaan doen, in training nummer 8, is de balk die er net onder zit gaan behandelen. Dat is onder andere met de lettertypes, met de schrift en dat soort dingen meer. En het draaien van objecten, plaatsing van objecten, noem het maar op. Dit is best een belangrijke balk voor sommige dingen. Sommige dingen ook iets minder, maar dat is altijd het ene eens belangrijker als het andere. Dat gaan we in de volgende training doen. Ik wens je voor nu een hele goede avond. Tot de volgende keer. Dag.